Welkom, Julian hier met de studentondernemers. In Bank 15 in Tilburg ontvang ik studenten van Fontys die komen vertellen over het runnen van je eigen bedrijf terwijl je nog studeert. Het Fontys CVO maakt dat mogelijk met allerlei trainingen en zelfs een aangepaste studieregeling. We gaan je er alles over vertellen. Dit is de studentondernemers. Welkom, Sjasko en Pieter. Zeg het maar, wat willen jullie drinken? Doe maar 2 cola. En voor mij ook? Ja. Hey jongens, eerder vandaag hebben jullie een elevator pitch gedaan. Even voor de kijkers die niet weten wat dat is. Wat is een elevator pitch? In 30 seconden jouw bedrijfsidee uitleggen en daarin gewoon iemand beter overtuigen. Nou, we gaan kijken hoe jullie het ervan afbrachten. Welkom bij Snapfood. Snapfood is een samen etenplatform. Wij verbinden mensen doordat ze samen een maaltijd delen. Je kan mensen bij je thuis uitnodigen om maaltijd te komen delen. Of je schuift gezellig bij andere mensen aan. Bijvoorbeeld als ik morgen lasagne wil maken, zet ik dat op de app. Ik geef de prijs aan, het aantal mensen die komen. En dan begin ik met koken en laat de mensen dan komen. Snapfood. Eat, meet, share. Dat hebben jullie knap gedaan, heren. Nou, we weten inmiddels wat Snapfood inhoudt. En ik was best benieuwd en dus bracht ik een bezoekje. En dat ging er zo aan toe. We zijn onderweg, hoor. Nou, de jongens hebben mij gevraagd om een vriendin mee te nemen. Dus dat doe ik dan ook maar. Even aanbellen. Maryse! Hey! Hallo. Heb je er zin in? Ja, echt heel veel. Ik heb zelfs een toetje meegenomen of gekocht. Wat goed! Pudding! Oh, heerlijk! Ja, hier is de pudding in de koelkast. Oeh. Hey, maar ik wil even zeggen, ik heb nog niet gereserveerd. Oké, okay. Nou. Dat moeten we doen. Heb je de app al? Ja, zeker. Nou, tof. Ik krijg vanavond homemade saté met chicken, paprika, more veggies, rice and something crunchy. See you there. En trouwens, je kan ook chatten met de mensen natuurlijk. Oh, kijk nou. Dat vinden wij ook heel leuk. Ik denk dat we naar de trein kunnen. En daar gaat onze bus weer. En dat betekent dat wij nu moeten gaan zoeken naar het adres. Even opnieuw, want hij is een beetje gek. Ja, we hadden eigenlijk toch links moeten gaan, maar we zijn eigenlijk rechts gegaan. Oh. Nee, we hadden toch denk ik. Ja, kijk. Kun je dat zien? We zijn gewoon te ver doorgelopen nu. Oh, kind. Ja, heel dom. Ja, Maryse, ik vraag jou vaker mee naar dit soort dingen. Hé, hey, we gaan verder, geloof ik. Ja, dit is hallo. Hey, hallo. Was het is heel gek zo met de linkerhand. Ja, maar ja, lekker als je vlot. Ja, zeker. We zijn nu bij Marijn thuis. We zijn al lekker koken. Ja. Alle mensen die je nou ziet, die komen van Snapfood om samen te eten. Maryse, we hebben nu even tijd. Ik stel het even in de koelkast. Heb je die beter van mij uitgelegd? Ja. David, Felix, jullie kunnen ook zo opscheppen. Het is tijd voor het nagerecht. Lekker, hé. Chicken met pudding. Met toetje. Lekker. Ah, dus dat hadden jullie stiekem in de koelkast. Maar als zou je deze avond een cijfer moeten geven, wat cijfer zou dat dan zijn? Een 8. Oké, en dat is natuurlijk aan jou de vraag. Ben je tevreden met een 8? Had je vanaf welke schaal? Was je vroeger op de basisschool tevreden met een 8? Nee. Algemene conclusie, het is een mooie avond. Inmiddels hebben we een mooi plekje gevonden waar we het gaan hebben over alles wat het Fontys CVO doet. Sjasko, wij hebben één ding gemeen, wist je dat? Nee, vertel. Wij hebben allebei de student ondernemersregeling. Sinds wanneer heb jij hem eigenlijk? Sinds mei dit jaar. Oké, kun je voor iedereen die kijkt en die niet weet wat de regeling inhoudt, even in het kort vertellen wat het is? De student-ondernemersregeling, daarmee kun je stage lopen in je eigen bedrijf, je kunt afstuderen, maar je kunt ook versoepeling krijgen voor eventuele deadlines binnen je opleiding. Ja, want als je het aantal punten dat je eigenlijk nodig hebt om over te mogen naar een tweede jaar niet hebt bij je propedeuse, dan kan er nog wel soepel mee gedaan worden. Mm-hmm. En zo'n gelijk geval had je ook bij je minor.
Ja, de deadlines worden gewoon wat soepeler gemaakt, zodat je wel tijd kan besteden aan je onderneming, maar ook gewoon je opleiding kan afronden. Oké, en voor iedereen die denkt, nou, dit klinkt wel goed, waar moet je allemaal doorheen om die regeling te krijgen? Nou, om de regeling te krijgen ben je vooral, kom je voor een commissie van onafhankelijke ondernemers. Daar pitch je je bedrijfsplan en laat je zien wie je bent en wat je kan. Ja, en voor die pitch hebben jullie al best wel wat ervaring opgedaan met pitchen. Jullie hebben ook tijdens het Fontys Student Startup Festival gepitcht, hè? Ja. Dat was voor 180 mensen, dat is best wel wat. Was dat spannend? Uitdagend, leuk. Ik krijg er wel energie van om samen te staan om ons idee te presenteren. Dat is, ja. En waar let je dan zoal op als je zo'n pitch doet? Dat je duidelijk praat, dat je je verhaal goed vertelt, chronologisch en dat je staat als ondernemer. En jullie hebben ook best wel wat moeten doen, hè, om die plek te krijgen. Jullie hebben ook meegedaan aan een voorronde. Kan je daar meer over vertellen, Pieter? Ja, de voorronde hebben wij ook moeten pitchen voor een, ook weer een onafhankelijk panel. En dat, ja, dat is ook wel leuk, vooral omdat je met andere studentenondernemers dan aan het pitchen bent. Je hebt dan een beetje vergelijkingsmateriaal, weet je gelijk tegen wie het opneemt. Ja, super vet eigenlijk. Het Fontys Student Startup Festival wordt georganiseerd sinds 2015. En we gaan nu kijken naar wat collega-pitchers van jullie uit het jaar 2016. Met Virtual Reality zet je een speciale bril op en je stapt een andere wereld in. Onze zorg moet niet alleen beter, maar ook efficiënter. Ik heb een kinderkookboek geschreven vol met leuke, grappige en gezonde gerechtjes. Splatscreen, een scherm in een potje. Dat was even in het kort hoe het eraan toe gaat, hè, op zo'n evenement. En jullie hebben nog wel op meerdere evenementen gestaan. Want een van de netwerkorganisaties waarmee het Fontys CVO samenwerkt is 24 uur in bedrijf. En ook daarvoor hebben jullie gepitcht. Sjasko, wat heb je eraan gehad? Heel veel eigenlijk. Je wordt gelijk met ondernemers aan tafel gezet. Mensen kun je zien en vooral met die ondernemers kun je gesprek aangaan van hoe kom je nu verder. En dat is heel erg leuk om mee te maken. Ja, je zit inderdaad met meerdere ondernemers samen. Wat zeggen ze dan? Waar heb je echt wat aan? Wat is je iets bijgebleven? Je wordt echt gekoppeld als bedrijf aan mensen die ook dezelfde interesses hebben of dezelfde branche. Zodat je daarin verder kan sparren, onderzoek, samenwerking, financiering, noem maar op. Zit jij te kijken en denk je, ja, hartstikke leuk wat de jongens vertellen, maar ik weet niet of ondernemen iets voor mij is. Dan is er speciaal voor jou de gratis training Ondernemen iets voor jou. En die is in Eindhoven en Tilburg. En een vervolgtraining is dan Jij Ondernemer. En die hebben jullie allebei gedaan. Hoe was die? Ja, superleuk. Vooral heel inspiratievol dat je met andere studentondernemers in dezelfde club zit, zeg maar, in hetzelfde schuitje. En ook als andere gevestigde ondernemers hun verhaal doen, ja, dat is gewoon altijd super inspiratievol. En welke vaardigheden van een ondernemer komen dan voorbij? Waar werk je aan? Ja, ik denk eigenlijk met name vertellen over je bedrijf, met name het pitchen. En als jij echt de diepte in wil, dan kan je altijd even naar de CVO vragen van oké, ik heb hier behoefte aan, kunnen jullie hiermee kijken en dan passen zij zichzelf daarop aan. En Sjasko, het CVO, die doet wel meer, hè? Die denkt ook mee, ja. Bijvoorbeeld als je een bedrijfslocatie zoekt, dat was in jouw geval ook zo, want jij kreeg een plek bij Videolab. Ja, klopt. Wij kregen een plek bij Videolab, daar konden we gewoon eigenlijk altijd flex werken. Er waren faciliteiten en ook daar zie je weer meerdere ondernemers en dus ben je altijd wel een beetje in bedrijf eigenlijk. En dan gaan we eventjes een sprongetje maken in de tijd. Hè? Eventjes nog even terug naar Snapfood. Als we 5 jaar verder zijn, waar ben je dan met Snapfood? Hopelijk in heel Europa. Dat is zeker minimaal te streven. En ik denk, ja, steek lekker de kop bij elkaar. Vertel dat je gaat koken en eten we samen. Dat is een heel erg leuk concept. Ik wil jullie alle succes toewensen als ondernemers. En ik vond het fijn dat jullie er waren. We gaan het hierbij laten. Was de studentondernemers. Like deze video en als je op de hoogte wil blijven, abonneer je dan op dit kanaal en breng ook even een bezoekje aan fontys.nl/cvo. Tot de volgende!